Morgenavond staat hier de kwartfinale op het programma in de KNVB-beker tussen Excelsior en Vitesse. We gaan vooruitblikken op dat duel in deze studio Kralingen met Thijs Liebres, trainer uit 78 toen Excelsior de halve finale haalde. Daan Bovenberg haalde in 2015 de halve finale. En Bart Latouheru, speler van Excelsior en Vitesse geweest en nu scout bij Excelsior. Welkom bij Studio Kralingen vanuit de supportershome van Excelsior. Iets andere setting, supportershome van Excelsior. Alhoewel, dit is niet een hele gekke setting, Thijs. Dit is de setting die jij jarenlang hebt gekend als trainer. Dat was in 1952, toen ik als junior hier binnenkwam. Toen was dit de kantine. Daar brood je bal gewoon? Ja, en dan stond hier een biljart en achter me was de bestuurskamer. Dus alles vond hier plaats. En toen je trainer was? En toen was het ook geen parkeerterrein, toen was het trainingsveld. Dat is ook makkelijk, hè? Trainingsveld naast het stadion. Dacht ik ook. Ja, precies. Bart, in jouw tijd was dit al supportershome of niet? Hetzelfde ongeveer, hè? Weliswaar 30 of 40 jaar later. Maar hetzelfde setting eigenlijk. Twee containers hier achter met oud papier. Daar trainen, daar omkleden. Hans Volwerk met zijn honden daar. Altijd, hè? De honden van Hans Volwerk komen altijd naar boven als we het verleden praten, gek genoeg. Ja. Daan, toen jij voetballer was, was dit al gewoon een supportershome, of niet? Ja, voor mij is niks. Nee, niks nieuws. Nee, Daan was een grootje. Nee. Ik kom nog uit de categorie dat dit inderdaad... het is wel opgeknapt, of in die zin zijn wel weer nieuwe elementen aan toegevoegd. Maar ik ken het niet anders dan dat de setting zoals het nu is. En ja, Bart, jij bent natuurlijk de man die bij Excelsior en bij Vitesse hebt gespeeld. Hoeveel jaar Vitesse, hoeveel jaar Excelsior? 4 jaar Excelsior en 7 jaar Vitesse. Vitesse van toen was natuurlijk een club die een opkomst was, hè, die op weg was naar Hollywood aan de Rijn eigenlijk, dat werd het een beetje. Beschrijf dat eens, die periode. Nou klopt, wij streden eigenlijk samen met Vitesse om het eredivisieschap dat jaar. Nou, dat was mijn 4e jaar hier en toen kwam Karel Aalbers en die wilde mij hebben. En die hebben mij gekocht toen de tijd. Met de mooiste plannen, waarvan de meeste best wel waar geworden zijn. In mijn eerste contractbespreking werd er gezegd, Bart, volgend jaar speel je in het Gelderdoom. Nou, ik heb er 7 jaar gespeeld en we hebben wel... Monnikenhuis heb je wel gehaald. Monnikenhuis heb ik wel gehaald en elk jaar Europees voetbal. Maar het Axodroom, zoals dat later dan ging heten, dat was na mijn tijdperk pas, ja. Maar toen al zeiden ze, volgend jaar ga je daar spelen. Nou, die plannen waren er. En ja, hij had ook hele goede plannen. Maar hij kon ze niet 1, 2, 3 uitvoeren, Albers. Maar uiteindelijk wel gedaan natuurlijk. Is Excelsior nou echt een ploeg die een bekerhistorie heeft of had? Nou, als je de hele geschiedenis neemt, natuurlijk niet. Het zijn gewoon puur incidenten ook geweest. Je kwam soms tot een kwartfinale en bij uitzondering was het 2 keer voor een halve finale, maar voor bekerhistorie kunnen we niet spreken. Wat is dat? Waarom heeft een club een bekerhistorie en waarom sommige clubs niet? Waarvoor past zo'n beker bij je als ploeg? Als ik over mijn jaar van 1978 praat, was het zo dat wij een hele gunstige loting in de voorgaande wedstrijd hebben gehad, waardoor we uiteindelijk in de halve finale tegen AZ kwamen. Ja, en toen was het heel moeilijk. En daar zijn we uitgescharreld. Ja. Maar jullie hadden ook wel een ploeg waar wat in zat, toch? Waar heel veel jonge gasten in zaten die wilden, wat ervaring. Klopt, we hadden een goede mix in het elftal van oud. Sjaak Rogwin, denk ik ook. Maar die andere... pakte daar zijn been toch ook? Dat was datzelfde seizoen, 78. Ja. En, maar ook jonge spelers, zelfs Koos Waslander. En andere type spelers die elkaar goed aanvulden. Een Frans Struijs die echt de man was die het spel verdeelde. En de keiharde Tony Patinama die de mensen uitschakelde. En een in de volgende Rini. Ja, en een Rini Plasmans die weer voor de doelpunten zorgde. En zo was het een hele goede mixje. In 78 haalden jullie uiteindelijk de halve finale van de beker. Nu hebben we dus nu een kwartfinale, hè, dit eerst nog. Die route daar naartoe, leefde die beker toen ook zo erg? Misschien niet zo, maar je vond het gewoon leuk om die bekercompetitie af te draaien. Want je wist ook, ergens zit er een einde. Hè? Want dat we zover zouden komen, hadden we natuurlijk van tevoren niet gedacht. We speelden in de eerste divisie toen. En toen speelde ook de eerste ronde, trof je meestal, of bijna altijd, een amateurclub. Ja. Dus dan ging je alweer door naar de tweede. En dan heb ik nog even nagekeken en dan zag je dat het allemaal thuiswedstrijden waren die we gespeeld hebben. En pas in de kwartfinale waren dubbelwedstrijden. Dus we speelden de kwartfinale tegen Veendam uit en die verloren. Maar we wonnen weer thuis en daardoor kwamen we weer in de halve finale. Dus nogmaals, je probeerde zo ver mogelijk te komen. Maar de concentratie was dus werkelijk op de competitie gericht om zo hoog mogelijk eerste divisie
of te promoveren. Ja. Daan, 2015, halve finale van de beker. Ik heb het nog even opgezocht. Je hebt bijna alle wedstrijden keurig gespeeld, hè? Ja, bij ons was het eigenlijk meer het anders tegenovergestelde. Ik ken Excelsior niet anders dan de categorie beker blamages, als ik eerlijk ben. Eerste, tweede ronde eruit. En ook nog eens tegen amateurploegen op regelmatige basis, volgens mij. Dus dat was meer een beetje... Je begint lekker positief aan jouw carrière in bekervoetbal. Ja, goed. Ik moest even aan de vraag daarnet denken. En ze begonnen volgens mij bij ons ook. Dus we hebben eerst twee amateurpotjes toen gewonnen. En dat was eigenlijk wel... was wel heel wat. En daarna hebben we het toch opvallend goed gedaan. Ik denk dat we toen sowieso een goed elftal hadden. Wat grote overwinningen tegen NAC. Ja, 6-0. 6-0 geloof ik. Roda uit, 4-1. Destijds ook allemaal gewoon eredivisieploegen. Dus dat was gewoon hartstikke netjes. En dan zie je wel, dan gaat het meer leven. En dat wordt eigenlijk pas leuk ook vanaf dat je merkt, kwartfinale, halve finale. Dan zit je op een punt dat je denkt van, hey, wacht even, nu spelen we ergens voor. Maar is beker daarom voor een ploeg als Excelsior in het begin een soort noodzakelijk kwaad? Je moet het spelen? Hoe moet ik dat zien dan? Want het hoort toch bij... Ja, goed. Het is een beetje het hele bekertoernooi in Nederland. Hè? Ik bedoel, je ziet nu ook een beetje hoe het vorig jaar het is afgescheept. Is het nou gecanceld? Is er nou geweld? Het heeft geen echte status. En zeker in het begin met ook al die verschillende rondes tegen amateurploegen. Ja, dat is meer onderdeel van dat het moet gebeuren. Dan dat je echt op de banken staat van yes, we gaan bekervoetbal spelen. Ja. En dat denk ik dat je ook wel een beetje terugziet bij ons in de historie. Bart, hoe heb jij dat altijd beleefd, bekervoetbal? Ja, nou eigenlijk zoals Daan het ook beschrijft. Het gaat pas later in het toernooi leven. Maar zoals Daan net zegt, in het begin werd dat niet zo gewaardeerd. Ik moet zeggen dat de laatste jaren ik het idee wel heb dat mensen wel gaan waarderen dat de beker ook wel wat voorstelt. Vroeger was het van, joh, we stelden twee elftallen op en we zien het wel. En dat wordt al minder, want het is eigenlijk wel een prijs. Want als ik dan naar mezelf kijk, ik heb dat 2 keer verloren in de finale. Nou, dat is toch wel dat ik denk van, ik had toch wel graag achter mijn naam willen hebben van, joh, je hebt 2 bekerfinales gewonnen. Of in ieder geval 2 bekers. Wij vroegen aan de trainer Marinus Dijkhuizen hoe hij kijkt naar die kwartfinale in de beker tegen Vitesse. En hoe zijn ploeg er ook klaar voor is na de afgelopen competitiewedstrijden. Marinus, de omstandigheden waaronder we mooi gaan voetballen zijn wel een beetje veranderd in 2000. Ja, het is extreem. Dat gebeurt niet vaak in Nederland. Dus qua voorbereiding valt dat natuurlijk wel een en ander in het water. Gisteren niet kunnen trainen, vandaag. Nou, we gaan misschien even het buitenveld op, maar kunnen natuurlijk ook niet veel doen. Ja, is dat vervelend om juist in de voorbereiding van zo'n wedstrijd met dit geconfronteerd te worden? Ja, is wel jammer. Je wil je zo goed mogelijk voorbereiden in alle opzichten. En daar ook een goede training bij natuurlijk. Ja, dat lukt dan niet. Ja. Misschien heeft Vitesse wel hetzelfde, dus dat zou kunnen, dat weet ik niet. Aan de kant, je moet omgaan met omstandigheden. Dat is al heel vaak zo met corona. Ja, je houdt volgens mij wel van het bekertoernooi. Ja, het is leuk. Omdat het gewoon, ik vind het een bijzondere wedstrijden. Vorige keer met die penalties, dat zijn dingen die je niet vaak meemaakt als speler niet, als trainer niet. Je ziet ook vaak verrassingen in bekertoernoois. Vorige week of 2 weken geleden zagen we bij Bayer Leverkusen in 1 keer door Essen uitgeschakeld worden, via niveau geloof ik. Dus ja, dat zijn van die mooie verhalen. Ja, en dan zou je zeggen Vitesse is de favoriet morgen. Maar wat kunnen wij daar tegenover zetten? Nou, je hebt altijd een kans, dat is sowieso. Zeker als je thuis wilt, heb je net even wat meer kans dan uit. Zo werkt dat. Wij zitten in een redelijke fase, hun zitten in een iets mindere fase. Dus dan is je kans weer ietsje groter. Maar het blijft natuurlijk een goede ploeg met veel dynamiek, veel individuele kwaliteiten. Maar ja, ook bij hun loopt het even wat stroeven. En dat is altijd even, dat ziet elk team gebeuren in een seizoen. Maar we maken zeker morgen een kans thuis. Als we kijken zeg maar, naar die kwartfinale van de beker tegen Vitesse. Op voorhand zeg je dan natuurlijk, Vitesse staat hoog in de eredivisie, doet het goed. Dus het is leuk dat je de wedstrijd mag spelen, je hebt geen schijn van kans. En toch denk ik bij dit soort wedstrijden altijd, juist daarin schuilt de kracht. Toch? Als je er maar in gelooft. Ja, zo zit bekervoetbal in elkaar. Je moet nooit van tevoren zeggen van, maar de realiteit is gewoon, Vitesse is gewoon favoriet. Ja. Betere ploeg, betere spelers. Klopt. Maar juist omdat ze in de competitie nog een focus hebben, dan is zo'n bekertoernooi voor een voetballer vaak dan... Oh ja, dat is nog even erbij, kwartfinale. In die zin, je moet ook een beetje zien, ook voor ons. Hè. Het is gewoon, het is ook een beetje een sprankje hoop in toch nog iets om uit te leven in het verder toch teleurstellend seizoen. Dus ja, voor ons is het ook gewoon leuk en een goed moment om het aan te grijpen, om daar onszelf te presenteren en te laten zien. Het is voor iedereen goed, het is voor de jongens goed, voor de club goed. En het inderdaad geeft toch ook de mogelijkheid om... We zijn zeker niet kansloos, denk ik. Als je kijkt naar sommige competitiewedstrijden, denk je bij Excelsior zit er heel veel in. En je kan echt wedstrijden gewoon heel lang geen kans tegenkrijgen. Dus er zit ook wel mogelijkheid in dit soort wedstrijden. Alleen je moet die nul houden, je moet het achterin dicht houden. Dat is
de enige uitdaging. Ja, enerzijds. Maar je hebt ook een beetje gezien. Hè? Dus de vorige wedstrijd tegen PEC Zwolle had je eigenlijk hetzelfde verhaal. Daar kom je eigenlijk verrassend goed voor de dag. En dan zie je toch dat misschien een dergelijk type voetbal ons dan weer beter ligt. Of dat dan wel de focus is. Je krijgt meer ruimte. Je hebt toch een ander soort invulling van het systeem, ook van de tegenstander die speelt. Vervolgens hebben we ook tegen ploegen als Cambuur, NAC. Ja, weet je, je doet een aantal dingen heel erg goed. Alleen we zijn ook heel erg goed in staat om een heleboel dingen gewoon echt niet goed te doen. En ja, die wisselvalligheid, dat zit er gewoon veel te veel in. En dat nekt ons zeker over een langere periode, komt dat elke keer terug. Maar ja, in de beker gaat het om één wedstrijd. En ben je goed, dan ben je ook door. Waar is dit Vitesse op te kloppen, denk jij, Bart? Het bekende verhaal, denk ik. Dinsdagavond, Excelsior uit. Ik denk dat Openda denkt, Excelsior uit, waar kom ik terecht? Kunstgras. Ik begreep slechte kunstgras van de Eredivisie, of Eerste Divisie. Ze hebben uitgeroepen dit jaar, begreep ik. Ja. Dus ik denk, het speelt allemaal niet in het voordeel van Vitesse. Wij zijn gemotiveerd. Ja, we hebben natuurlijk, dit is onze enige kans dat we nog wat leuks van het seizoen kunnen maken. Dus ik denk dat wel de bekende verhalen zijn natuurlijk. Wij gemotiveerd, zij iets minder gemotiveerd, kunstgras. En dan hopen dat je lang de nul houdt. Dat zijn eigenlijk de dingen. En verder hebben ze kwalitatief gewoon een heel goed team. Ja. Maar toch, VVV... Ja, die hebben natuurlijk nog wel een Griek voorin staan die nog wel een paar doelpunten maakt hier en daar, die op het goede plekje staat. Nou, als onze IJslander de Griekse rol overneemt. Gaat uit van het logische Vitesse, beter materiaal dan Excelsior. Maar dat onberekenbare wat je in dat bekervoetbal hebt, ja. Wat zeg je als trainer voor zo'n wedstrijd? Zeg je jongens, ga ervan genieten? Wat zeg je? Nou, je probeert die dingen te benaderen, dat je, moet ik zeggen, een angst wegneemt dat je kansloos bent natuurlijk, want dan hoef je er niet aan te beginnen. Dus je probeert toch wel daar positief te benaderen en je hoopt op onderschatting tegenstander, net wat Bart zegt, en zelf dat je boven jezelf, zowel persoonlijk als elftal, boven jezelf kan uitgroeien en dan blijft het toch weer voetbal. Ja. Hoe kijk jij naar dit Vitesse, Bart? Ja, dit is wel vol gas geven en echt overal druk zetten. En daarbij de goede spelers aan de bal laten komen. En daar hebben ze nogal wat van. En dat is een beetje het probleem. Ja, Tanane, Bazour zijn natuurlijk daar voorbeelden van. Achterin Doekie zelf. Nou, die Openda is goed, vind ik zelf. Broja vind ik een goede speler. Dus ze hebben best wel heel veel kwaliteit. Nee, met Doekie is de naam gevallen van een oud-speler van Excelsior... die hier de hele jeugd speelde. 1 wedstrijd in het eerste speelde... En vervolgens verkasten en via Amsterdam uiteindelijk in Arnhem terecht kwam. En wij zochten hem op. Nou, leuk dat je even wilde meewerken. Ja, zeker. Want dit moet toch voor jou een bijzondere wedstrijd zijn, denk ik. Ja, zeker. Ik hoop er stiekem op bij de loting. Want er waren vier mogelijkheden. En Excelsior zag er ook bij staan. Dus hoopte ik wel dat we Excelsior tegen zouden komen. Ja, en hoopte je dan op Excelsior vanwege je achtergrond? Of vanwege het feit dat het misschien wel de makkelijkste tegenstander? Nee, ja, sowieso achtergrond. Sowieso wel leuk om tegen Excelsior te spelen. Ik heb natuurlijk helemaal hier daar gespeeld. En debuut daar ook gemaakt. Dus ik heb wel wat met de club natuurlijk. Eigenlijk sinds de F1 speel ik al in de jeugd bij Excelsior. Eigenlijk heel de jeugdopleiding doorlopen. En tot het eerste, dus kind van de club. Hey, en toen zat je een paar keer op de bank. En toen was het 6 maart 2016. AZ Alkmaar uit. Ja, dat was eindelijk dat moment waar je als jeugdspeler volgens mij heel lang naar uitkijkt. Ja, klopt. Ik had daarvoor een paar keer op de bank gezeten en nog niet ingevallen. En toen gingen we AZ uit. Ja, het is niet per se dat je verwacht dat je erin gaat vallen tegen AZ uit. Toen kreeg Sander Fischer volgens mij rood. Ja, de trainer keek naar mij en ik moest snel klaarmaken en erin. Dus het ging eigenlijk heel snel. Ja, het was even wennen in het begin. Maar op een gegeven moment heb ik mijn basisplek kunnen veroveren. En het is nu mijn derde seizoen bij Vitesse. En we draaien wel lekker. En ik had daar ook wel een aandeel in. Nou, je kan in ieder geval nog een andere prijs pakken, de beker. Dat zou volgens mij de tweede keer in de clubhistorie zijn. Dat klopt. Dat hebben ze al eerder gedaan. En dat is ook, staat hoog op ons verlanglijstje natuurlijk. Omdat dat is de kortste weg naar Europa. Dus die beker nemen we gewoon heel serieus. En die willen we heel graag winnen. Ja, dan zou je eerst langs Excelsior moeten, je oude club. Ja, klopt. Moeten we eerst naar Kralingen toe om het Excelsior uit te schakelen. Dus... zo'n mooi affiche. Ja, beker is sowieso altijd een hele aparte wedstrijd. Het gaat ook maar over 1 wedstrijd. Dus het kan voor alles gebeuren. Dus we onderschatten Excelsior zeker niet. We gaan gewoon met volle concentratie daarheen om dan hopelijk de klus te klaren. Heb je het idee dat we enige kans maken tegen jullie? Of wordt het... Ik hoop van niet.
Nee, ja, sowieso wat ik zeg, bekerwedstrijden zijn altijd heel apart. Dus niemand is kansloos. Maar ik hoop dat wij gewoon de bovenliggende partij zullen zijn en zullen winnen. Ik wilde van jou graag weten nog, Daan, het feit dat hier een leeg stadion zit. Wat had dit kunnen opleveren als je in een vol stadion had gespeeld? Ja. Even een what-if scenario. Nou ja, vanaf de kwartfinale is officieel de regel dat je aan resettendeling gaat doen. Dus in die zin, het is opnieuw ja, een stadion wat je kan vullen en kan uitverkopen. Vervolgens is dat wel inderdaad delen met de tegenstander. Andersom gebeurt dat ook. Hè. Dus hadden we uitgespeeld, dan was dat het geval geweest. Nou, dat is nu dus niet. Dus additionele inkomsten heb je eigenlijk niet. Het voordeel is dat je gewoon een ronde verder bent, een ronde premie hebt en toch weer de exposure op tv hebt die je aanzienlijk toeneemt. En, maar de ronde premie is dus iets wat je met, dus dat het feit, word je ook gecompenseerd voor het feit dat het stadion nu leeg zit dan? Omdat nee, je, nee, dat nee, allemaal nee, niet? Nee. In alles zie je uiteindelijk dat de mogelijkheden om, die je hebt om nog additioneel wat te verdienen, die zijn gewoon heel beperkt. En normaal is dat inmiddels bekend en dan hoeven we het volgens mij ook niet meer. Nee, maar het is wel interessant zeg maar, wat dat dan, ook dat soort dingen. Dan heb je eigenlijk een succesje hè, in zo'n seizoen wat dan, het is wel lastig voor een club. Ja. En dan heb je, nou ja, goed, je moet het dan doen van de rondepremie. Ja, ja, je hebt rondepremie en je hebt een vergoeding omdat je live op tv bent, wat daarbij komt kijken. Dus nogmaals, uiteindelijk bij elkaar opgeteld zijn het voor ons als club toch gewoon fijne bedragen om te hebben. Daar zitten we eigenlijk ook altijd conservatief in, dus we begroten helemaal niet dat we naar de kwartfinale of halve finale gaan. Oh, dus het zijn wat dat betreft wel fijne aspecten, ook financieel gezien. Maar het is inderdaad niet de upside die je kan hebben als die normaal gesproken zijn. Thijs, het is dinsdagavond, Excelsior Vitesse. Hoe kijk je naar de wedstrijd? Heb je nootjes bij de hand, een bakje chips erbij? Of hoe kijkt Thijs Liebrechts naar de wedstrijden dan? Nou ja, goed. Kopje koffie? Er is geen andere mogelijkheid. Dus je kijkt gewoon op televisie naar die wedstrijd. En ja, dan hoop je natuurlijk dat het allemaal goed gaat. En maar ja, dat hangt natuurlijk ook af. Hoe sta je zelf in de wedstrijd? Hoe staat de Vitesse in de wedstrijd? Kan je de eerste fase goed doorkomen? Kom je zelfs op een voorsprong? Dan gaat het toch ook voor jezelf leven. En voor de tegenstander gaat zich toch een beetje zorgen maken. Hè? Want dat draai je niet 1, 2, 3 om. Dus op dat moment zit ik ook zo te kijken. Van, kijk je als trainer of kijk je als liefhebber? Nou, kijk meer als trainer. Ja? Zit je dan hele tactische analyses thuis te geven? Nou, niet hele tactische, maar je ziet dus duidelijk waar het wel aan schort. Maar dat doe ik ook elke competitiewedstrijd, hoor. Dus ik naar te kijken en dan laat je toch even daar je kennis op los. En als Excelsior scoort, juich je dan of zit je dan rustig en denk je, dat hebben ze goed gedaan? Nou, beide. Ik bedoel, je ziet heus wel als het een goede aanval geweest is en dat je dan zegt, dat hebben ze goed gedaan. Maar ja, zo positief als dat is, ben je weer negatief als je weer zo'n onnodig doelpunt tegenkrijgt. Jij zit ook een beetje met de billen bij elkaar als Excelsior een tegenaanval krijgt. Ja, dat kan je wel stellen, ja. Draai je af en toe weg van de buis of niet? Nou, ik ga dan maar even of naar het toilet of een kop koffie drinken dan, om even stoom af te blazen. Je denkt ook niet op de wc als het doorgaat. Ja. Maar hoe kijk jij, bleef jij de wedstrijden nu thuis? Ik leef dan wel als supporter, moet ik zeggen. Ik moet vaak de dag daarna op Wisecout de wedstrijd terugzien om te kijken of ik het goed heb gezien. En dat is eigenlijk alleen bij Excelsior. Hè. Dat, ja, bij de andere wedstrijd weet ik precies wie er wat heeft gedaan. En dan toch zit je te veel in de wedstrijd nog. Je zit te veel in de wedstrijd en je kijkt nog niet meer afstandelijk als voetballer, maar je zit echt als supporter te kijken. Ben je erbij hier in het stadion? Ja. Ga je kijken? Ja, dat is wel de bedoeling, ja. Jij bent er ook bij? Jij mag ook naar binnen natuurlijk, hè? Als commercieel. Ik moet even een verklaring voor je regelen. Ja, na 9. Ja, ik ben zelfstandig ondernemer, dus ik ga er zelf achteraan, want dit kan wel even duren. Ja, anders moet je weer lang wachten. En Thijs gewoon thuis voor de buis. Ik ben thuis. Ja, precies. Goed, hij is morgenavond te zien. Die wedstrijd tussen Excelsior en Vitesse. Kwartfinale van de KNVB-beker. We hebben er uitgebreid op vooruitgeblikt. Bart, dank. Daan, dank. Thijs, dank voor je komst. Graag gedaan. Wij zijn er over een maand weer met een nieuwe Studio Kralingen. Wat ons betreft graag tot dan.